Dag Nico, de programmawet van de federale regering bevat een aantal fiscale nieuwigheden. Dat is geen nieuws, dat is een jaarlijkse traditie. Maar wat dit jaar wel opvalt is dat de Caymantax aanzienlijk verstrengd is. En eigenlijk is dat wel een verrassing, hè? Laten we vandaag eens bekijken wat de wijzigingen inhouden en ook wat de impact daarvan kan zijn. Nico Hostien, hoofd Estate Plan in Vlaanderen bij de Grof Peterkam. Jij bent de aangewezen persoon om ons daar meer over te vertellen. In kort bestek, die Caymantax, waar ging dat ook weer over? De Caymantax werd de eerste keer ingevoerd in 2015. En de oorspronkelijke bedoeling van die Caymantax was om zogenaamd zwevend vermogen te belasten. Dat werd aangehouden door niet- of laagbelaste entiteiten, de zogenaamde offshore entiteiten. De invoering van de Caymantax en de systematische verstrenging ook, dient eigenlijk gezien te worden tegen de achtergrond van de internationale strijd tegen belastingontduiking. Ja, die internationale strijd is fors opgedreven, maar op welke manier wordt de Caymantax eigenlijk geheven? Het grote basisprincipe van de Caymantax is de zogenaamde belastingheffing via transparantie. Dat betekent dat inkomen dat ontvangen wordt door een juridische structuur, een juridische constructie, wordt belast rechtstreeks in hoofden van de oprichter, onmiddellijk, alsof de juridische structuur niet bestaat. Laten we dat een keer illustreren aan de hand van een SOPARFI, een Luxemburgse SOPARFI die per hypothese wordt onderworpen aan de Caymantax. Als een SOPARFI een dividend bijvoorbeeld ontvangt, dan wordt dat dividend belast in de SOPARFI in Luxemburg en wordt het pas belast bij de oprichter op het moment van de effectieve uitkering door die constructie. Nu, onder toepassing van de Caymantax wordt er gedaan alsof dat dividend dwars doorheen de SOPARFI gaat, rechtstreeks naar de oprichter en dat het daar belast wordt als een dividend, dus in principe aan 30%. Daarnaast kan er nog eens een belastingheffing optreden op het ogenblik van de uitkering van een dividend door de Luxemburgse SOPARFI. Dus daar kan eigenlijk een dubbele belasting ontstaan, ware het niet dat er een uitzondering voorzien wordt dat er een vrijstelling geldt op het ogenblik van de uitkering als dat inkomen al belast geweest is via de transparantie. Er zijn nu een aantal nieuwe regels opgelegd rond de Caymantax. Op welke punten is de tax veranderd? Wel, eerst en vooral is het toepassingsgebied aanzienlijk verruimd. Dat heeft zo zijn gevolgen bijvoorbeeld voor de besloten fondsen of de zogenaamde fonds dédié. Dat zijn fondsen die hoofdzakelijk worden aangehouden door één familie of door verbonden partijen. Vanaf 1 januari wordt een dergelijk fonds als besloten beschouwd als meer dan 50% van de aandelen of deelbewijzen wordt aangehouden door één familie of door verbonden partijen. Voorheen was dat 100%. Dus moest 100% van de aandelen worden aangehouden door één familie of verbonden partijen. Wat inhield dat als een derde partij bijvoorbeeld een aantal percentages had in dat fonds, dat het niet meer onder de Caymantax kon vallen. En welke andere entiteiten komen nu ook in aanmerking voor de Caymantax? Wel, ik denk onmiddellijk aan de SCI, de zogenaamde SCI of de Société Civile Immobilière. Dat is een Franse entiteit die door Belgen vaak wordt aangewend om onroerend goed in Frankrijk aan te houden of over te dragen. Voor januari was er een effectief of expliciet een uitzondering voorzien dat de SCI niet onder de Caymantax viel. Maar sinds januari is die uitzondering geschrapt, waardoor dat de algemene principes van toepassing kunnen zijn op de SCI. En, geval per geval te bekijken, een SCI wel degelijk onder de Caymantax kan vallen. Nico, daarnaast heb ik begrepen dat er ook een aantal wijzigingen zijn voor sommige belastingvrije meerwaarden op aandelen. Ja, inderdaad, dat is wel degelijk een wijziging die heel sterk in het oog springt. Meerwaarden op aandelen, gerealiseerd door een juridische constructie, en die in principe vrijgesteld zijn van taxatie, kunnen als het ware belastbaar worden op het ogenblik van de uitkering. Laat ons dat opnieuw illustreren aan de hand van de SOPARFI. Als een SOPARFI meerwaarden op aandelen realiseert en we passen daar het transparantieprincipe op toe, dan worden die meerwaarden onmiddellijk toegerekend aan de oprichter. En in België is het tot nader orde nog zo dat meerwaarden op aandelen vrijgesteld zijn van personenbelasting. Nu, dus er treedt geen effectieve taxatie plaats. Er treedt ook geen effectieve taxatie plaats op het ogenblik van de uitkering, omdat die vrijstelling wordt geacht, die meerwaarden op aandelen worden eigenlijk geacht een normaal fiscaal regime te hebben ondergaan. Vanaf januari verandert dat, omdat vrijgestelde meerwaarden onder de Caymantax worden beschouwd als niet geacht hun fiscaal regime te hebben ondergaan, waardoor dat er dus nog een belastingheffing kan optreden op het ogenblik van de uitkering. Daarnaast is het zo dat er ook fictief een aantal handelingen worden beschouwd als een uitkering.
Dat is bijvoorbeeld zo: een oprichter van een juridische constructie, als hij verhuist naar het buitenland, dan wordt dat gezien als een uitkering en kan er dus degelijk wel een belastingheffing plaatsvinden onder de Caymantax. Ja, Nico, het lijkt mij duidelijk. De Caymantax was al niet eenvoudig. Het wordt er met deze nieuwe regels alleen maar complexer op. Wie meer inzichten wil, die maakt best een afspraak, denk ik, met een van jullie experts bij estateplanning. Ja, inderdaad.